Het nieuwe vliegtuig van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij is vrijdag voor een testvlucht vanuit Suriname vertrokken naar richting Amsterdam, Nederland. De Boeing 777-200 met de naam Birds of the Green Paradise vertrok rond 17:45 vanuit Sandré naar Schiphol. Het toestel van Singapore Airlines werd al in december geleverd, maar stond sindsdien aan de grond. Het is de bedoeling dat de Boeing straks de lijnvluchten tussen Paramaribo en Amsterdam uitvoert. De lijndienst ligt nu stil vanwege de coronacrisis. De afgelopen maanden heeft de SLM gebruik gemaakt van gehuurde toestellen voor de vluchten naar Amsterdam. Voorheen vloog de maatschappij met een Airbus A340-300, maar die was door de vele technische mankementen niet betrouwbaar.